Hallo wereld, wereld, de wereld is van mij. Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij. Hallo wereld, wereld, de wereld is van jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan op je blauw. En wat ik doe, 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 doe ik samen met jou. En waar ik ga, 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 ga ik samen met jou. Hallo wereld. Ja, ja. Ik begin mijn vergaderingen met de gemeenteraad altijd met goedenavond, dames en heren. Welkom bij uw raad van vandaag 31 maart. Nu zijn jullie de raad die in deze zaal, waar elke maand de gemeenteraad ook vergadert en besluiten neemt, zijn jullie de raad. De leerlingenraad weliswaar, maar we gaan precies net doen als wanneer je de gemeenteraad bent. En je kunt, als je dat zou willen, later ook best lid van een gemeenteraad worden. Het enige wat er nodig is, is dat je 18 bent, dat je er een beetje belangstelling voor hebt en dat je zorgt dat mensen jou allemaal kiezen, want je komt op een kieslijst en mensen gaan elke 4 jaar nieuwe gemeenteraadsleden stemmen. Dus, en dan zul je zien, die doen allemaal dingen die belangrijk zijn voor jullie papa en mama, maar voor jullie zelf ook en voor de buren. En die gaan over scholen, over huizenbouw, over de onderhoud van wegen, over mooi groen. Kortom, alles wat jullie belangrijk vinden in de plaats waar je woont. Dus het is eigenlijk een hele belangrijke raad die ook hele belangrijke beslissingen neemt. En vandaag zijn jullie zo'n raad. Voor je ligt een papiertje. Dat is de agenda voor vandaag. Ik ga zo meteen formeel de vergadering openen. Maar ik ga nog even uitleggen wie aan deze kant aan de tafel zit. Jullie kennen elkaar allemaal goed, neem ik aan. En wij kunnen zien wie jullie zijn, omdat je een mooi bordje voor je hebt. En onze secretaresse, dat is die tweede mevrouw, die twee mooie blonde mevrouwen daar. Die tweede mevrouw met dat zwart-witte jurkje aan, die heeft dat allemaal voor jullie neergezet. Hoef je je niet meer voor te stellen. Je hebt al van gehoord van meneer Paul van Vrolijk. Als je wat wilt zeggen, dan druk je op het knopje. En als je klaar bent met praten, doe je. En als ik weer me aanzet, dan kun je me weer goed horen. Dat geldt voor jullie ook allemaal. Ik begin aan die kant. Want er zitten altijd naast de gemeenteraad is er ook nog een college van burgemeester en wethouders. Ik ben de burgemeester. Ik zit alle vergaderingen voor. Ik zet overal de handtekeningen voor. Ook als anderen het werk daarvoor gedaan hebben. Maar ja, daar ben je nou eenmaal burgemeester voor. Maar ik doe het werk natuurlijk lang niet allemaal alleen. Ook het denkwerk niet en het beleidswerk niet. Daar hebben we een hele hoop mensen voor. Als het uitvoering wordt gedaan door allemaal ambtenaren. Maar het bedenken en het bespraten erover en de belangrijke zaken uit te voeren die de raad graag gedaan wil hebben voor zijn inwoners, dat doen de wethouders. En dat zijn de twee wethouders. Wil je jezelf even voorstellen? Nou, dan begin ik met wethouder Roelse. Die gaat iets vertellen wat hij is en wie die is en wat hij doet. Ik ben Dick Roelse, staat DC, maar dat is wel leuk. Jullie hebben ook allemaal je voornaam hier opgeschreven, dus dat doe ik ook. Wat doet een wethouder nou? Een wethouder is eigenlijk net zoiets als een directeur van een school. Die krijgt een aantal taken op een briefje. Als de verkiezingen zijn geweest en het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd. En op dat briefje staat, samen met de collega, welke taken die wethouder allemaal gaat doen in een periode van 4 jaar. Want dat is normaal de periode dat een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders uitvoert. Wat de politieke partijen hebben opgeschreven in een verkiezingsprogramma. Nou, op mijn briefje staat dat ik verantwoordelijk ben voor de centjes van deze gemeente. Ik moet proberen om niet meer geld uit te geven dan dat we binnenkrijgen. En wij krijgen op 2 manieren geld binnen. Dat is van het Rijk. Dus de regering in Den Haag geeft ons geld om allemaal leuke dingen te doen. Onder andere jullie scholen. En we krijgen dat binnen door middel van wat genoemd wordt de onroerend zaakbelasting. Dat zijn de 2 inkomstenbronnen voor de gemeente. En waar geven we het dan uit? Aan een hele hoop dingen. En wat mijn portefeuille betreft zijn er een paar zaken waar heel veel geld in omgaat de komende tijd. En dan betrek ik het maar even hier op Lekkerkerk. Dat is de nieuwbouw die we doen in Tienthoek 2. Ja, daar worden allemaal nieuwe woningen gebouwd. Maar ook in het Baanderspark, net achter jullie school,
is pas de parkflat opgeleverd. En we zijn nu bezig om nog weer een mooi complex daar te bouwen. Dat kost natuurlijk geld. En wat betalen wij nou? Niet die gebouwen, want dat doen anderen. Maar wij zorgen dat alles wat om die gebouwen heen gebeurt, de wegen aanleggen, het park mooi maken, een goed fietspad bijvoorbeeld naar jullie school. Of om een ander voorbeeld te noemen, we hebben rond jullie school pas een aantal verkeersmaatregelen genomen, waardoor het veiliger wordt voor jullie om naar school te gaan. En we gaan ook binnenkort nog een fietspad in het park aanleggen, waardoor jullie nog veiliger naar school kunnen komen. Nou, dat is onder andere een van de zaken die op mijn briefje staan, om het zo maar te zeggen. En verder ga ik ook over de contacten met de winkeliers, met de andere ondernemers, over de wegen, over verkeer. Hele hoop, en dat is erg leuk om te doen. En we doen dat samen, als collega's. Want ik kan allerlei dingen bedenken en zeggen, dat ga ik besluiten. Nou, dat kan niet. Want we moeten het altijd als college van burgemeester en wethouders doen. We nemen gezamenlijke besluiten waar we ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En dat maakt deze baan nou zo leuk. Dankjewel, wethouder Roelsen. Ik geef het woord aan wethouder Van der Graaf. Zo, dankjewel. Dan zeggen wij altijd netjes dankjewel, voorzitter. Zo hoort dat. Ja, ik ben wethouder Van der Graaf. En ik ga ook over onderwijs. En wat zou je zeggen, wat doet een wethouder nu met onderwijs? Maar ik moet ervoor zorgen dat er gewoon een schoolgebouw staat. En dat het schoolgebouw ook nog past. Dat het niet te groot is of niet te klein. Want is de school te groot? Dan krijg ik altijd weer vragen. Heb je niet een te grote school laten bouwen? Zijn er niet te veel lokalen? En is het te klein, dan heb ik een ander probleem, want dan hebben jullie noodlokalen nodig. En dan zegt mijn buurman altijd weer, maar dat kost ook weer geld. Dus dat is altijd heel erg spannend. Wat ik verder nog allemaal doe binnen deze gemeente, dat noemen wij met een heel mooi woord, het sociale domein. En dat betekent als iemand bijvoorbeeld zonder werk komt te zitten, nou, dan heeft hij toch geld nodig, want je moet toch eten kunnen kopen, je moet je huur kunnen betalen. En daar ben ik dus als wethouder voor verantwoordelijk, dat die mensen dan tijdelijk zonder werk een uitkering krijgen. En tegelijk ben ik dan heel druk bezig in het kader van werkgelegenheid om te zorgen dat die mensen ook weer snel een baan krijgen. Want altijd een uitkering moeten geven, dat vinden we ook weer niet zo leuk. Dus dat is een hele lastige opgave. Nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die hoeven niet meer te werken. Die zijn al heel oud, dus die zijn al een leeftijd dat werken niet meer nodig is. Maar die moeten natuurlijk ook een plek hebben waar ze kunnen wonen. Ze hebben soms verzorgingen nodig. Dan moet ik ervoor zorgen dat die zorg er allemaal is. En soms dan moeten ze opgenomen kunnen worden in een ziekenhuis. Of dan moeten mensen makkelijk kunnen bezoeken. Of ze willen zelf eens ergens naartoe. En dan moeten we ervoor zorgen dat er een middel van vervoer is. Een busje bijvoorbeeld, die ze ergens kan brengen. Dus dat is allemaal wat er over het sociale domein gaat. Maar het leuke is, er was net een van jullie die zei van, ik heb je wel eens meer gezien. En dat had natuurlijk te maken met de opening van jullie schoolplein. Dus ik ben ook als wethouder verantwoordelijk voor allerlei speeltoestellen die in onze gemeente staan. En als je later weer wat ouder bent en je wil graag naar ons gebouw, en daar moet iets leuks te doen zijn, dan heb ik daar ook weer de verantwoording voor. Dus dat zijn mijn belangrijkste taken. En dan mag ik af en toe nog wat andere dingen doen, zoals volkshuisvesting, nadenken over welke woningen hier moeten komen. Moeten er veel woningen komen voor jongeren of moeten er andere dingen komen? Dus daar ben ik eigenlijk iedere keer leuk mee bezig. Dankjewel, wethouder Van der Graaf. Dan zit er naast mij ook nog een meneer. Dat is de gemeentesecretaris. En niemand weet altijd precies wat hij doet, maar hij is heel belangrijk. En hij is de baas van alle ambtenaren. Dus die ga ik nu ook even het woord geven. Meneer Van Steeg. Dank u wel, voorzitter, want zo hoort dat, hè. Ik ben Henk Van Steeg en ik ben inderdaad de baas van alle ambtenaren hier. En dat betekent, wethouder Roelsen zei het al, die had op zijn briefje staan, ik ben van een aantal onderwerpen. Dat geldt ook voor wethouder Van der Graaf. En de burgemeester heeft uiteraard ook de nodige taken. Dat moet wel bedacht worden. Dat moet wel worden opgeschreven zodanig dat uiteindelijk in eerste instantie het college, deze drie mensen, daar een besluit over nemen. En in sommige gevallen is het ook nodig dat de gemeenteraad daar een besluit over neemt. En ja, dat moet goed worden opgeschreven. Zodanig dat ieder weet wat nu feitelijk de bedoeling is van wat er besloten moet worden en waarom. Nou, daar zorg ik met de mensen die hier werken
zorg ik voor dat er goed wordt opgeschreven en dat dat voorstel er ook op tijd is. Het andere deel van mijn werk is dat ik op dinsdagmorgen bij de collegevergadering, daar zit het college van burgemeester en die twee wethouders met mij in één kamer. En dan hebben we de zogenaamde collegevergadering. En daar worden de besluiten genomen die in die vergadering genomen moeten worden. En meestal in voorbereiding voor datgene wat er in de raad moet gebeuren. En wat daar besloten wordt, dat schrijf ik dan op. En dat kunnen jullie eventueel later lezen op de website of waar dan ook. Dat is ongeveer mijn werk. Nou weten jullie precies wie wij zijn. Wij weten ook wie jullie zijn. Jullie zijn leerlingen van de Koningin Wilhelmina School. Hier vlakbij ons. Wij gaan nu, en ik zal hem formeel openen, onze vergadering met elkaar openen. Die is nu geopend. En dat betekent dat we kijken naar de agenda. Vinden jullie dat er voldoende zaken op de agenda staan? Ben je het eens met de dingen op de agenda? Of moet er volgens jullie nog veel meer bij? Of zullen we het hier maar eerst eens mee beginnen? Wat je dan later bedenkt zou ook nog bij de rondvraag kunnen. Je hebt net gezien hoe het spel gespeeld wordt. Het spel. Het is geen spel. Maar wij zien het even nu als een spelletje. Het is zo dat iemand vraagt het woord. Ik schrijf op wie er nou wil praten. Soms zijn het er een paar achter elkaar. Soms is het ook eerst alleen maar één en komen de anderen later. Daar doen we niet moeilijk over. Maar de voorzitter geeft altijd het woord. En ook als je wilt reageren op iemand naast jou, wacht je af tot je het woord krijgt. Of je doet zo omdat je wilt onderbreken, interrumperen. En dan zie ik dat meestal wel en dan let ik daar wel op. Spreken we het zo af? Goed zo. Dan ga ik nu kijken wie over agenda punt 1. Dat gaat over de speeltoestellen op het veldje voor de Koningin Wilhelmina School. Daar wilden jullie met mij over spreken. En dat gaan we dus met z'n allen doen, nu in deze vergadering. Wie wil daar als eerste wat over zeggen? Valerie, op het knopje drukken en zeggen wat je wilt zeggen. Waarom hebben jullie eigenlijk de boom weggehaald? Ik had begrepen dat dat eigenlijk een andere vraag was, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het heeft er wel mee te maken, want die stond ook op het schoolplein, hè? Zullen we aan de wetten... Ja, Sam, jij wilt er nog wat aan toevoegen? Ga je gang. Mijn vriend die was aan het spelen daar. En toen waren ze allebei aan het springen. En toen vielen ze van die wip af. En toen schrok ik wel een beetje. Want ze stonden op die wip te springen. En toen vielen ze er allebei heel hard af. En toen had een van die jongens zijn arm gebroken. En dat was niet zo fijn. Op twee plekken had hij hem gebroken. Zo, dus jij geeft even aan dat het schoolplein voor speeltoestellen best wel hard is. En dat we daar ook goed naar moeten kijken. Geef je dat aan? Ja, dat geef ik wel. Oké. Okay. Zullen we het wel eerst over de boom hebben, mevrouw Smit, of niet? Nou, Sam bedoelde juist de speeltoestellen van de gemeente. Niet van het schoolplein. Oh, de speeltoestellen van de gemeente bedoelde jij? Dus de speeltoestellen, nou, daar gaan we de wethouder zo meteen ook over spreken. He, is dat goed? Zullen we het even op volgorde houden? We waren bezig met de boom. Gaan we nog even door met de boom? Moeten nog anderen wat weten of zullen we eerst de wethouder laten antwoorden? Michael. Nou, dan gaan we verder. Nou, er is een beetje een rotzootje bij de boom. Beetje, want toen die is afgezaagd, zeg maar, achter het basketbal. Dus er ligt nu echt heel veel zaagsel. Dus. Oké, je vindt het een beetje een rotzootje rondom de boom. En je wilt weten waarom de boom is weggehaald. Dat zijn de twee vragen, hè? Nou zit ik echt een beetje te tobben. Wie moet ik het nou geven? De wethouder onderwijs of de wethouder die over bomen gaat? Of hebben jullie er alle twee een beetje wat over te zeggen? Nou, voorzitter... De wethouder bomen begint nu. Ja, de wethouder bomen begint inderdaad. Want deze vraag... jullie waren zo vriendelijk geweest om hem afgelopen vrijdag, geloof ik, te mailen. En toen ging ik ervan uit dat het over een heel andere boom ging. Of dat ik nu denk dat het over gaat. Want ik ging ervan uit dat jullie heel benieuwd waren waarom of de boom bij de kerk weggehaald was. Maar klaarblijkelijk niet. Het gaat om de boom in het park, achter de school. Het was een boom op het schoolplein.
En ik vroeg net even, toen ik begon te realiseren dat dat zo was, aan mijn collega wethouder onderwijs, weet jij daar wat van? En hij schudde nee, want ik weet daar eigenlijk ook niks van. Maar laten we afspreken dat ik voor het eind van deze bijeenkomst precies weet hoe het in elkaar zit. Dat gaat hij nu regelen, denk ik. Prima. Dus dat gaan we opnieuw behandelen bij de rondvraag. Die is altijd aan het eind van elke vergadering. En dan weet de wethouder meer, want die gaat nu zitten mailen met mensen die hem dat kunnen vertellen. Ja? Dan gaan we daar toch weer terug naar agenda punt 1. Die ging over... Zo gaat het overigens in een echte vergadering ook ervoor zitten. Jazeker. En ja. Even ja, dat komt voor. Je kunt niet alles paraat hebben. Dat hebben we allemaal wel eens, dat je soms even iets op moet zoeken. Als je een spreekbeurt gaat houden over een moeilijk onderwerp, ga je ook dingen opzoeken of dingen vragen. Nou, dat gebeurt in een raad natuurlijk ook. Ik ga even terug naar de speeltoestellen op het veldje voor de Koningin Wilhelmina School. Dan gaan we dus even niet over de boom hebben, maar over de wens, neem ik aan, tot speeltoestellen. Niet... Mevrouw Smit weet het ook niet. Dus een van jullie moet het uitleggen. Ja, hoe komen de speeltoestellen daar? Weet iemand dat van jullie? Ah, gelukkig, de wethouder kan het uitleggen. Wethouder Van der Graaf. Hoe komen de speeltoestellen daar? En dan zijn ze ook nog een beetje gevaarlijk, want je kan er van afvallen. De speeltoestellen die zijn daar gekomen op verzoek van een paar... opa's en oma's, die daar vlakbij in de buurt wonen. Die zeiden, wij gaan wel eens met onze kinderen, waar ze dan moesten oppassen, een stukje wandelen. En dan hebben wij geen enkele speelvoorziening daar. En dat klonk in mijn oren heel erg vreemd. Want dan dacht ik, ja, maar je hebt toch het schoolplein daar gewoon zitten. En we hebben ook nog de speeltuinvereniging, het baantje. Maar zeiden die opa's en oma's, onze kinderen zijn nog heel erg klein... En als de speeltuin open is, dan logeren ze niet bij ons. Dus daar hebben we op dat moment niks aan. En als je de schoolplein, dan weten we nooit van mogen wij daar nu opkomen. Want er staat een hek omheen. En de kinderen mogen er altijd op komen. Maar de opa's en oma's die hadden iets van, mag het nou wel of mag het niet? En het was een van die opa's en oma's die was het uit gaan zoeken. En die zeiden van ja, strikt genomen mag het niet. De politie kan ons wegsturen. Nu is jullie school heel erg makkelijk daarin en die vinden het allemaal goed, zolang er maar niemand op het dak klimt of dat soort enge dingen doet. Maar het is die school, of die mensen zijn bij me gekomen en die zeiden van, zitten daar wel genoeg speeltoestellen? Nou, toen zijn we gaan kijken en toen was er eigenlijk een tekort aan speeltoestellen bij de Wilhelminastraat. Nou, dan zeggen jullie natuurlijk, waarom zijn daar geen speeltoestellen gekomen? Maar als we dan speeltoestellen willen aanleggen, dan hebben wij inspraak nodig. En dan mogen de mensen zeggen of ze dat leuk vinden of dat ze het niet leuk vinden. En dicht bij de Wilhelminastraat zaten allemaal mensen en die zeiden van, wij vinden dat niet leuk. En die kwamen met voorstellen waar het dan beter zou kunnen. En toen zeiden ze, je moet eigenlijk die speeltoestellen daar neerzetten bij de KW-school. Want er komen heel veel kinderen die komen eraan. Er staan ouders met kinderen te wachten om de kleintjes op te halen en alzulke dingen meer. En dan heb je daar ook een speeltoestel. En in overleg met de ouders, de wachtende ouders en de mensen die het als eerste hebben aangevraagd, hebben we uiteindelijk die plek gekozen. En er is ook in overleg is er geweest welke speeltoestellen daar zouden komen. Ja, en dan blijft nog over dat het voor sommigen ja, heel erg enthousiast mee gaan spelen en dan eraf kunnen vallen. En dan zeggen wij als gemeente, van ja, de grond die is daar, hè, want het is gewoon gras wat je daaronder hebt. Je doet wel zeer als je er afvalt en al zulke dingen. Maar dan zeggen wij, je moet ook een beetje zelf opletten wat je allemaal doet. Want anders moeten we overal de dokter erbij zetten, hè, bij ieder speeltoestel. Dus we vragen of jullie zelf een beetje op willen letten. En de vaders en moeders die staan te wachten, die kunnen natuurlijk ook opletten als daar wat te hard gespeeld wordt. Maar zo zijn ze daar dus gekomen. Dat is een antwoord op de vraag hoe ze daar gekomen zijn. Zijn er nog meer vragen over? Of opmerkingen? Ja, meneer, even kijken, Daan. Die schommel, of nee, die wipwap, die is voor 3 personen, maar met z'n tweeën. Als je dan wipt, dan meteen vlieg je alle kanten op. Dus dat doet vooral... Ja, dus hij deugt niet goed? Ja.
Oh, ik zie de wethouder dat noteren. Kan die daar wat mee? Nou ja, een wipwap die niet deugt, dan zijn we natuurlijk niet goed bezig. Want dan hebben we een mooi ding staan en je kan er niks mee. Dus ja, jij bent eigenlijk nu de expert voor ons, die daar kennelijk veel ervaring in heeft. En zullen we eigenlijk eens moeten gaan kijken hoe we een wipwap kunnen maken. Ik denk voor 2 personen of voor 1 persoon, dat het wel werkt. We hadden eerder jou hier moeten hebben. We hadden misschien niet het verkeerde ding neergezet. Want nu hebben we altijd 3 mensen of 3 kinderen nodig om daarmee te kunnen spelen. Daar heb jij gelijk in. Maar nu ga je het natuurlijk voor mij heel erg moeilijk maken. Want ik heb gezorgd dat daar speeltoestellen komen. En mijn buurman die gaat over de financiën. En nu moet ik weer gaan zorgen dat er toch weer een beter speeltoestel komt. En dat moet iemand gaan betalen natuurlijk. Matthijs wilde ook nog wat zeggen, wethouder. Misschien brengt dat ook wel een nieuw stukje discussie. Vertel het maar, Matthijs. En dus mijn, als ik meestal uit school kom, dan zitten heel veel kinderen daar te spelen. En dan later wil ik dan ook even gaan spelen, maar dan is iedereen alweer weg. Dus eigenlijk klopt wel wat Daan heeft gezegd. Maar soms is dat ook wel weer goed wat dat ze mee spelen. Want ze gaan er ook heel vaak tussen zitten. Dus daarom kan je er ook weer met meerdere spelen. Want kijk, als de kinderen van de vader en moeder, die gaan dan meestal op het midden zitten. Dat is wel handig om te gebouwen. Dat het gebouwd is. Dus het is eigenlijk wel een mooi speeltoestel. Je vindt het dus eigenlijk wel een mooi speeltoestel. Nou, wethouder, hij mag niet weg. Dat heb ik nu gehoord. Het is toch ook wel een mooi speeltoestel, hoor ik. Zijn er nog anderen? Ja, Martijn. Maar is dat het speeltoestel ook echt voor kleine kinderen bedoeld? Want zoals die schommel was ook best wel laag. Wethouder, zijn die voor hele kleine kinderen bedoeld? Doe je hem weer even uit, Martijn? Dank je wel. Ik hoor heel veel dingen. Ik ben heel erg blij dat Matthijs aangeeft van ze worden wel goed gebruikt. Want dat betekent in ieder geval dat wij het niet voor niks hebben gemaakt. En jij als kenner uit de buurt die er vlakbij woont, die heeft daar natuurlijk het meeste zicht op. Dan zegt Martijn, zijn ze eigenlijk niet een beetje te groot voor de kleine kinderen? He, want het is natuurlijk een beetje een stoer ding. Hè? En als ik nu alle mensen zo'n beetje hoor, en ik hoor ook nog wat Daan aangeeft, dan denk ik, ja, misschien moet er nog wat bij komen. Want het zijn nu maar 2 toestellen. En misschien moet er 1 bij komen. Omdat die en heel erg goed gebruikt wordt. En eigenlijk dat jullie zeggen, we moeten een beetje beter naar kijken. Dus jullie geven nu eigenlijk een opdracht aan mij. Jullie zijn de raad, jullie zijn eigenlijk mijn baas. En jullie geven nu een opdracht aan mij. Van beste wethouder, kun je niet kijken of er wat bij komt. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar dit is natuurlijk wel een heel mooi moment om dat te vragen. Want de andere wethouder, volgens mij loopt hij nu weg om zijn geld te gaan tellen. Dat ook, maar hij gaat nog even kijken of hij het antwoord op de boom krijgt. En dus je moet dus gewoon nog even doorgaan. Hij is met zijn bomenvragen bezig. En ik ga jullie nu ook vragen, helpen jullie mij nou eens aan argumenten dat ik in het collegeoverleg de wethouder kan overtuigen van, joh, je moet die grote zak met geld, moet je nog eens een keer goed inkijken. Misschien kan er nog wat extra uitgehaald worden, dat het een nog leukere speelplek wordt. Daar heeft Sam wat over te vertellen. Dan zou het wel handig zijn dat bijvoorbeeld die schommel, die is wel een beetje voor kleine kinderen, misschien al wat er dan bij kan komen, wat de wethouder net zei. Dat er misschien ook dan een grotere schommel bij kan komen voor grotere kinderen. De wethouder zit hard te schrijven. Een grotere schommel voor grotere kinderen.
wethouder schrijft. Daan, wilde jij wat zeggen? Zag ik jouw vinger net? Ga je gang. Misschien kan er ook een kleine glijpen of zo voor de wat kleinere kinderen. Hij schrijft nog steeds. Ik kan niet garanderen dat er zoveel bij komt, want dan maak je een nieuwe speeltuin. Maar daar kunnen we het nog wel over hebben, dat er eventueel straks een trajectje komt, dat de wethouder met een voorstelletje bij jullie komt om dat eerst te bespreken. Ja, ik loop op zaken een beetje vooruit, ik weet het. Want we moeten ook nog van de wethouder Financiën horen of het kan. Maar daar komen we nog wel uit. En ik beloof jullie één ding. Als er een nieuw speeltoestel bij komt, dan komt de wethouder dat ook even met jullie bespreken. En dan wordt het meeste stemmen tellen. Hè, wethouder? Ik moet zeggen, ik ben heel blij met jullie suggesties. Want jullie zijn de gebruikers. En wij als bestuur moeten daar altijd heel erg goed op letten. Dat als wij iets doen, dat gewoon niet is wat ik mooi vind, maar wat jullie mooi vinden en wat jullie denken te kunnen gebruiken. Alleen, het is natuurlijk zoals de burgemeester terecht aangeeft, het gaat om centen. En ja, ik vertelde daarnet dat ik ook nog al die mensen moet helpen die zonder werk zijn gekomen. En daar mag ik ook niet te veel geld vandaan halen. Dus wij moeten iedere keer zoeken naar een evenwicht. Dus misschien kan er één bij, twee erbij. Ik denk dat het langzaamaan dan heel erg groot wordt en dat ik het niet voor elkaar krijg. Dan moet ik ook heel eerlijk tegen jullie zeggen, dat lukt dan waarschijnlijk niet. Maar die ene erbij, en dan moeten wij straks nog een verlossend woord krijgen van de wethouder die nu zijn centen zit te tellen. Dat kan misschien wel. En dan is het altijd heel erg goed. Hè? Wij zijn het nu eens met de buurt over de plek. En dat ik als wethouder dan met een voorstel bij jullie langskom en zeg van kijk eens, wij willen dit en dit erbij zetten. En misschien heb ik wel 3 voorstellen. Maar zeg ik, dan mag je daaruit kiezen. En degene die de meeste stemmen krijgt, die wordt het dan. Vinden jullie dat een goed proces, Martijs? Matthijs? Ja, ik vind het wel een hele goede, maar... Weer uit. Ja. Ik vind het wel een hele goede, maar er staat natuurlijk ook een boom. Dus die moet dan ook weer weg als er meer speeltoestellen komen. Want ik doe daar heel veel spelletjes meestal ook wel. Vervelend, hè, Matthijs? Je moet in het leven altijd kiezen. En dat is best heel moeilijk. Maar wellicht is er toch nog een oplossing te vinden dat de boom op zijn plek blijft dan. Want dat willen we toch wel graag, begrijp ik, hè? Dat die boom blijft. Ik vind dat de boom moet blijven. Want die is eigenlijk zo mooi. We wonen in een dorp waar er eigenlijk al, vind ik, af en toe te weinig bomen staan. Dus we gaan afspreken dat de boom blijft. En dat we heel goed gaan nadenken van hoe we daar dus met speeltoestellen uit de voeten kunnen. Oké, en de wethouder komt nog een keer terug als er zo'n speeltoestel komt, over wat voor een het wordt. En nou kijken we even naar de wethouder Financiën. Die gaat A zeggen of die denkt dat er een speeltoestel bij kan ongeveer. En die gaat bovendien waarschijnlijk het antwoord op de bomenvraag geven. Maar hij krijgt dus nu van mij het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft de boom zijn inmiddels 4 mensen aan het werk. Want 3 wisten geen antwoord. Maar dat antwoord komt voordat we klaar zijn met deze vergadering. Ja, over geld, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Wij hebben een begroting. En dat is eigenlijk een huishoudboekje waarin staat wat er binnenkomt. Daar heb ik net iets over gezegd. En ook wat we in een jaar uitgeven. En ieder jaar wordt door de gemeenteraad gezegd van wethouders, u mag bijvoorbeeld aan speeltoestellen zoveel geld uitgeven. Nou weet ik niet uit mijn hoofd op dit moment hoeveel of er in het potje speeltoestellen zit. Maar als er voldoende in zit, en jullie weten mijn collega te overtuigen, dat heb je net gedaan geloof ik toen ik even achter die boom aan was, dat een goed idee is, nou dan durf ik geen nee te zeggen. Als er geen geld in de pot zit, ja dan moet ik eerst naar de gemeenteraad. En dat doet collega Van der Graaf dan weer zelf, want die gaat dan voor zijn eigen portefeuille, dus voor wat op zijn briefje staat, geld vragen. Komt hij uiteindelijk in eerste instantie binnen het college wel weer bij mij terecht. Maar de raad is uiteindelijk die daar ja of nee op zegt. Maar als het in die begroting zit van dit jaar,
En dan moet hij maar eens heel goed zoeken in die grote zak met geld, zoals hij dat net noemde. Of daar een briefje in zit, speeltoestellen en welk bedrag of daarachter staat. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, want jullie niet al te hoge eisen stellen, dat dat gewoon moet kunnen. En die mevrouw weet antwoord op de vraag van de boom. Ik denk dat we dan de wethouder even met die mevrouw laten overleggen. En dan ga ik met jullie even iets anders tussendoor doen. Want ik ben tot de ontdekking gekomen dat op jullie briefje staat dus de agenda punt 1, punt 1, dat zijn die speeltoestellen. En dan krijgen we een 2, dat gaat over het Geuzenmonument. Maar daarna komt er weer eentje, die gaat ook over de indeling van het nieuwe schoolplein. Maar dat is een nabespreking met jullie, waarin jullie kunnen zeggen of het eigenlijk wel goed ingedeeld is. Ik vind dat, nu ik er laat langer naar kijk, een beetje beter bij elkaar passen. Dus als we zo meteen met agenda punt 1 klaar zijn en een half al of niet een besluit hebben genomen, dan wou ik graag naar 1.3. En dan daarna weer terug naar 1.2, als jullie dat goed vinden. Zullen we dat zo doen? Oké. Okay. Wethouder, heeft u al antwoord op de bomenvraag? De wethouder gaat het antwoord geven nu. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had het gevoel dat dit wel de reden zou zijn. Want jullie hebben die boom waarschijnlijk allemaal, toen die er nog stond, goed bekeken. Ja? Hebben jullie toen gezien dat er een hele rare plek in die boom zat? En die boom was ziek. En nou hoeft een boom als die ziek is niet gelijk weggehaald te worden, maar in dit geval moest dat wel, omdat die echt gevaarlijk werd. Hij kon omvallen als er een keer een hele harde storm zou komen. Dus om die reden is die weggehaald. Nou heb ik nog niet het antwoord gekregen of we er ook een nieuwe boom voor terug gaan planten, want dat willen jullie geloof ik wel graag, hè? Wie wil dat allemaal? Kijk, dat is een stemming, heet dit. Zo dan, nou, één ding weten we zeker. Ik heb me, voorzitter. Er komt een boomwethouder, dat is duidelijk. Ik ga mijn uiterste best doen om daar een nieuwe boom op die plek terug te krijgen. Dat beloof ik jullie. Toch? Nou, dat is eigenlijk, vind ik dat, een formeel besluit van de leerlingenraad. Dus dat is nu een officieel besluit geworden en dat wordt uitgevoerd. We gaan terug naar het speeltoestel. Wethouder, bent u nou zover dat u durft toe te zeggen dat er wel of niet een speeltoestel komt? Dat moet ik even weten van u. Ja hoor, ik ben zover. Ik heb goed geluisterd naar de wethouder die over financiën gaat. En die heeft eigenlijk aangegeven van, ik denk dat er nog wel geld voor is. En als wethouder moet je altijd een beetje, ja, een selectief geheugen hebben. Dus hij denkt dat er geld voor is, dus hij heeft niet gezegd er is geen geld voor. Dus gaan we gewoon verder met het speeltoestel. En jongelui, zo'n discussie, dat heet nou politiek. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat ik het nog opnieuw moet formuleren. De wethouders hebben beide aangegeven dat ze eigenlijk ja willen zeggen tegen een extra speeltoestel. Maar ze moeten dat doen onder voorbehoud, zo heet dat officieel, van goedkeuring van de raad als er geen geld meer in het potje zit. Dat hebben we nu vastgesteld. Dus of er zit geld in het potje, dan gebeurt het zonder de raad. Of er zit geen geld in het potje en dan gaat wethouder Van der Graaf aan de raad om extra geld vragen, heeft hij gezegd. Kortom, eigenlijk vind ik dat de kans vrij groot is dat er een extra speeltoestel bij komt. Zijn jullie het daar ook mee eens? Is dat ook een besluit waar jullie allemaal achter staan? Even de handen omhoog als je voor bent. Ook dat besluit is genomen. Nou, dat gaat hard, hè? Ja. Gaat het nog goed, secretaris? Doen we het nog goed? Het komt helemaal goed, voorzitter. Mooi zo. Zullen wij naar Martijn wilde wat vragen. Maar komen de, als er grote speeltoestellen komen voor wat grotere kinderen, komen die dan ook bij die kleine speeltoestellen of gaan die dan ergens anders? Weet de wethouder dat al of is dat nou juist onderdeel van het voorstel wat hij gaat doen aan jullie? Jouw vraag is een onderdeel van het voorstel, zoals de burgemeester zo mooi zegt. Dat wil zeggen, ik ga nu een plan maken met verschillende speeltoestellen. En dan kom ik bij jullie langs om te vragen van, is dit wat jullie willen? Want het is zo goed als zeker dat we daar financieel ruimte voor hebben.
En vervolgens moeten we met jullie overleg gaan voeren van wat we daar het beste kunnen neerzetten. En het mag niet zo zijn dat we ineens het hele dorp vol moeten gaan zetten, want daar moeten we vergroten en daar moeten we verkleinen. Dat gaan we natuurlijk met zorg afstemmen. Is dat duidelijk, Martijn? Jullie hebben daar dus nog inspraak in, zo heet dat. Je mag nog meedenken. Goed. Ik zou eigenlijk naar jullie volgende onderwerp willen gaan. En dat was het adopteren van het Geuzenmonument. Jullie weten inderdaad dat hier vlakbij achter het gemeentehuis een nieuw mooi groot monument is gekomen. Het grote plein heet nu ook Geuzenplein. En het monument hebben we onthuld. En ik heb begrepen dat de school erover denkt om aan te bieden het monument te adopteren. Mag ik jullie vragen of dat echt zo is en wat je je dan voorstelt over wat je daar dan ook mee doet en zo. Zou je dat uit kunnen leggen? Wie kan ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Smit, wie was daar het meest over bezig geweest? Nou, ik denk dat ik het zelf heb voorgesteld. Omdat het me goed lijkt dat op die manier leerlingen van een basisschool worden betrokken bij zaken die in de gemeente spelen. En ik had begrepen dat ook het Gemini College een monument had geadopteerd. Dus we hebben er net even bij stilgestaan, hè, bij het monument. Vinden jullie het een mooi monument? Ken je het verhaal er ook achter? Zal ik dat vertellen? Michael? Verzetters uit de Tweede Wereldoorlog. Uit de regio Lekkerkerk die hier een beetje vandaan komen. Ik ga het uitleggen. Ik ga uitleggen waarom het monument er staat en wat het voorstelt en wat het inhoudt. En ik kan jullie alvast meegeven, kun je over nadenken. Als je een monument adopteert, beloof je bepaalde dingen. Namelijk dat je er goed voor zult zorgen. Dat je zult zorgen dat die schoongemaakt wordt. Dat die er altijd netjes bij staat en zo. Dus je neemt wel een last op je die je ook moet waarmaken. Maar daar praat je zo nog maar even over. Ik ga in elk geval vertellen wat het monument inhoudt. In de Tweede Wereldoorlog, die van 1940 tot 1945 heeft geduurd. Nederland is in 1940 ingevallen door een Duitse bezetting. En toen waren de mensen die dat natuurlijk niet wilden, die zich daartegen verdedigden. We hadden toen ook een klein leger in Nederland die dat ook probeerde. En in dat leger zat ook een soldaat, die kwam uit Lekkerkerk. Die was hier geboren en die was hier groter geworden. En die heeft daar ook in gevochten. En dat was in Oost-Nederland. En dat is toen, dat heeft Nederland verloren. En toen is die bezetter dus over Nederland gekomen. Nederland is een bezet land geworden. En de soldaten werden allemaal naar huis gestuurd. Want ja, het leger was er eigenlijk niet meer. Dat had zich overgegeven. En toen waren er een hele hoop mannen die dat heel lastig vonden. Die konden daar niet mee leven. Die wilden dus verzet blijven plegen. Dus dingen doen die niet goed waren voor die buitenlandse bezetter. Die wilden dus die dwars zitten, zeg maar. En dan allerlei acties doen en dingen stuk maken. En dingen waar die bezetter last van had. Een verzetsgroep heet dat. Er zijn er heel veel van geweest in de Tweede Wereldoorlog. En de eerste was een verzetsgroep die heette de Geuzen. Valerie, wil je me onderbreken? Zeg het maar. Waarom wouden ze dan allemaal dingen kapot maken? Dat begrijp ik. Nou, als je nou ziet dat hier bijvoorbeeld de Duitsers de baas waren en die wilden dan iets laten komen, bijvoorbeeld met een trein. Dan was het natuurlijk, zat je ze goed dwars als je zorgde dat die trein niet meer kon rijden. Dat je bijvoorbeeld de rails kapot maakte of een wagon ging opblazen en zo. Dat zijn verzetsdaden. Dat is dingen doen die de bezetter lastig vinden, die hem gewoon achterop zetten en niet helpen om dat land goed te bezetten en te laten functioneren. Dat zijn de verzetsdaden die in de Tweede Wereldoorlog werden gedaan. En die Lekkerkerkse jongeman zat dus bij die eerste verzetsgroep, die heette de Geuzen. En die waren net begonnen om allerlei dingen te doen om die bezetter lekker goed dwars te zitten. Maar die vond dat natuurlijk niet leuk. En die heeft op een gegeven ogenblik, ook door een stukje verraad, 18 van die mensen opgepakt.
gevangen genomen. En die hebben ze in de gevangenis in Scheveningen gezet. En toen hebben ze ze berecht en gekeken, wat doen we daar nou mee? En toen hebben ze een uitspraak gedaan dat ze allemaal ter dood gebracht moesten worden. Dat ze allemaal doodgeschoten moesten worden. Toen kwam er nog een keer een extra groepje die daar nou wat over van moest vinden. En die zei, nou, maar er zijn er drie die zijn nog minderjarig. Die waren nog niet volwassen. Die hebben ze naar huis gestuurd. En toen hebben ze de drie anderen uit Amsterdam voor laten komen, die ook ter dood waren veroordeeld. En toen hebben ze 18 mensen doodgeschoten, waarvan 15 van de Geuzenverzetsgroep. En dus ook die Lekkerkerkse jongen. Die hadden ze op zijn verjaardag op 28 november opgehaald. Toen was hij net 21 geworden. En 3 maanden later hebben ze dus die 18 mensen doodgeschoten. En daar was hij ook bij. Dat heeft ertoe geleid dat een hele beroemde dichter een heel mooi gedicht heeft gemaakt. En dat heette De 18 Doden. Mensen van mijn leeftijd, dus net van na de oorlog, hebben dat gedicht allemaal leren kennen. Ik denk niet dat je het nu nog zo vaak hoort. Het is voor jullie een beetje ouderwets taalgebruik, maar het is een heel beroemd oorlogsgedicht. En toen ik hier kwam, toen kwam ik er eigenlijk na een aantal jaren achter, want dat gedicht was voor mij in mijn jeugd op school heel belangrijk geweest. Dat had ik bij mijn eindexamen ook gebruikt. En op een gegeven moment kwam ik tot ontdekking dat hier dus die jongen lag op de begraafplaats. En dat hij onderdeel uitmaakte van die 18 doden en van dat Geuzenverzet. En op andere plaatsen in Nederland, waar sommige van die andere mensen van die 18 vandaan kwamen, daar wordt ieder jaar een herdenking gehouden. En daar staan ze op grafmonumenten en daar worden die gedichten voor gelezen. En in Lekkerkerk wisten de meeste mensen niet eens dat daar ook een Lekkerkerker bij betrokken was. Toen heb ik gezegd, dan wordt het eigenlijk belangrijk dat we daar toch weer aan gaan denken. En met een aantal andere mensen hier in Lekkerkerk hebben we toen besloten, we gaan het plein de naam Geuzenplein geven. En we zetten er een monument neer waar de 15 namen op staan van de 15 geuzen die toen zijn gesneuveld of zijn doodgeschoten. De jongste staat bovenaan en daar staat bij dat wanneer die geboren is, daar zie je dat die 21 is en dat hij uit Lekkerkerk kwam. Sjors den Boon is zijn naam. En Sam zit al een hele tijd klaar met zijn vinger om wat te zeggen. Nou, maar ik denk dat wel de meeste kinderen, ik zou wel graag willen weten een beetje hoe dat dat ouderwetse gedicht of lied ging. Ik heb het zelfs bij me. Zal ik het voorlezen? Ik heb het gedicht inmiddels gepakt. Dat is een beetje ouderwetse taal, hè? Als je wat ervan moet weten dat je het niet snapt, leg ik het wel uit. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond, dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien. Wij waren 18 in getal. Geen zal de avond zien. Dat is het eerste couplet. Het zijn een heleboel hoor. O lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust. Eens door de vijand overmand, vond ik geen uur meer rust. Wat kan een man, oprecht en trouw, nog doen in zulk een tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw, en hij strijdt de ijdele strijd. Ik wist de taak die ik begon, een taak van moeite, zwaar. Maar het hart dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar. Hij weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geëerd, voordat een vloekbre schennishand het anders heeft begeerd. Is tot zover nog duidelijk? Het is best ingewikkeld, hè? Nou, ik zie begrijpende gezichten. Ik ga nog even door. Voordat wie eden breekt en brouwt, het misselijk stuk bestond. Ze hebben het over de Duitse bezetter, hè? Over Hitler, Adolf Hitler. Voordat wie eden breekt en brouwt, het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt
en brandschat zijne grond, voordat die aanspraak maakt op eer en zulk Germaans gerief, ons volk dwong onder zijn beheer en hij plunderde als een dief. Dat is ook weer zo'n mooi, moeilijk, maar wel toch duidelijk couplet, denk ik. Ik heb er nog drie. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie. Zo waar als ik straks dood zal zijn, de liefste niet meer zie en niet meer breken mag het brood, nog slapen mag bij haar, verwerp al wat hij biedt of bood, die sluwe vogelaar. Gedenk die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hen nastaan het allermeest, in hun rampspoed groot. Zoals ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er komt een dag na elke nacht en voorbij trekt iedere wolk. En dan het laatste hele mooie couplet. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Mijn God maakt mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw gena, opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta. Mooi gedicht, hè? Dat brengt mensen heel dichtbij, die moeilijke tijd die die oorlog is geweest. En ik vind met name heel veel mensen die nu volwassen zijn, hebben die oorlog niet eens meer zelf meegemaakt. Maar wij vinden toch, omdat zoiets nooit meer mag gebeuren, dat we ieder jaar moeten blijven herdenken. En dat we door moeten geven aan nieuwe generaties, dus ook aan jullie, zodat je weet hoe dingen helemaal fout kunnen gaan. En daarom hebben wij dat gedenkmonument hierachter neergezet. En daarom vind ik het heel fijn als jullie het willen onderhouden. Martijn. Maar waarom staan die... Die oranje paaltjes erop. Die vraag had ik verwacht. Dat vroeg ook iedereen die bij de onthulling aanwezig was. Ook de volwassenen wisten dat niet. Een vuurpeloton, als je iemand gaat doodschieten, dan maak je een rijtje van mensen en die schiet je dan met z'n allen zo overhoop. Heel tragisch, dramatisch, heel ouderwets. We hebben geprobeerd op dat monument een groepje mannen neer te zetten. En die verschillende lengte van die paaltjes, die geven aan hoe oud ze waren. En het kleinste paaltje is 21 centimeter hoog. Dat waren de 21 jaar van George den Boon. En de oudste was 50. Dus je ziet 15 paaltjes van verschillende lengte en elke centimeter is een levensjaar. Ze staan er alle 15 dus op. Tussen 21 en 50 jaar. Daarom staan ze erop. Valerie. Waarom zitten er ook bloemen bij? Als mensen gaan denken, gaan mensen anderen gaan gedenken, dat zie je op 4 mei ook, als we het in zijn algemeenheid voor alle oorlogsslachtoffers doen, dan vinden ze het fijn om net als bij een graf van iemand die je kwijt bent en die je mist, bloemen neer te leggen. En tijdens de onthulling vorige week was er iemand die een heel mooi grote bos bloemen erbij heeft gelegd. En als dat nou straks helemaal dood is, dan moet dat weg. En dan moet dat even weer mooi schoongemaakt worden. En dat kan door degene die het monument heeft geadopteerd gedaan worden. Er zullen wel eens vaker bloemen bijgelegd worden van mensen die daar even bij stilstaan. En die er dan toch wat bloemen neer willen leggen. En misschien gaat het zelfs wel gebeuren dat de jaarlijkse herdenking op 4 mei van plaats verandert. Ik heb dat verzocht aan de 4 en 5 mei comité. Dat het van de burgemeester van de Raadhuisstraat naar deze kant gaat. Of dat echt gaat gebeuren weet ik nog niet. Ik heb de vraag wel neergelegd. En dan zou die dus ieder jaar komen er dan ook kransen met bloemen bij. Sam. Ja, ik wil eigenlijk terug naar de voorkant van het gemeentehuis. Want ik zie soms wel eens als ik daar langs ga, dan zie ik allemaal mensen hand in hand staan op, als een standbeeld. Maar ik vraag me wel eens af, wat is daar de betekenis van? Die is het. Oh, maar dat is de handen ineens staan, dat is een communicatie tussen mensen. We
Ja, samen ben je sterk. En mensen communiceren met elkaar zoals de vingers van een hand. Je kunt niks met één vinger doen. Je moet meerdere vingers hebben om iets te pakken. Het is een samenwerking. Communicatie- en samenwerkingsbeeld is dat. Is dat een beetje een goed antwoord, Sam? Kun je daar wat mee? Ja, daar kan ik wel iets mee. Mooi zo. Jullie hebben het verhaal begrepen. Je weet waarom het monument er staat. Nou, dat wetende, wil je het nog steeds adopteren? Wie voor is om het monument te adopteren, doet zijn hand omhoog. Nou, dat is ook weer allemaal, maar dat is prachtig. Dan is dat nu ook een goed besluit. De KWS heeft het monument geadopteerd en zal er goed voor zorgen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dan moet een persbericht vooruitgegeven worden, mevrouw. Dat komt goed. Dat zetten we dan ook in de krant dat jullie dat doen. Dus dan kan iedereen ook zien of je hem wel goed verzorgt. Dat is wel leuk natuurlijk. Ik ben eigenlijk toe aan de rondvraag. En daarna hebben we nog cadeautjes. Maar ik begin met de rondvraag. En ik begin eigenlijk eerst maar aan deze kant. Wethouder, had u nog vragen? Nee, dank u wel. En wethouder van de Graaf ook niet. En Sam? Ja, ik heb wel iets. Nou, bij die speeltoestellen daar staat ook een lantaarnpaal, maar daar zitten wel eens ook soms, dat heb ik wel eens gezien, ik zat er een keer aan en toen ging die helemaal heen en weer. Ik dacht, oh, dat is gevaarlijk. En toen zei ik het tegen mijn vader en moeder en die zei, laat hem rusten. Maar ik vond het wel een beetje gevaarlijk, want die lantaarnpaal die kan gewoon ineens omvallen of als er een heftige storm komt of zo. Oké, kan daarna gekeken worden? Ja, maar moet ik wel precies weten waar die staat? Die staat bij die speeltoestellen waar we het net over hadden. Mm-hmm. Over die opa en oma's, die zeiden van ja, daar moet wel wat komen. Daar staat een lantaarnpaal en die zit een beetje los en dat vind ik nogal gevaarlijk. Dus mijn buurman weet waar die staat dan? Ja. Okay. Dan komt dat goed. Daar gaat naar gekeken worden, Sam. Ik ben een beetje door de rondvragen en de antwoorden heen. Maar nog niet helemaal in die zin aan het einde van de vergadering. Ik doe altijd een samenvattend slotwoordje. En wat ik eigenlijk wil doen, is jullie bedanken voor het feit dat je zo goed met ons in discussie bent geweest. Dat je zo goed meegedacht hebt. Dat jullie van die mooie vragen hebben gesteld. Waardoor wij ook weer allemaal een beetje aan het werk moeten en dingen moeten doen die het voor jullie nog wat leuker maken om op deze school te zitten en hier te wonen. Daar gaan we ons best voor doen. Ik heb van onze dames een aantal cadeautjes meegekregen die ik mag uitreiken aan jullie. Als herinnering aan het feit dat we hier met elkaar een goede vergadering hebben gehad. En dat cadeautje dat is een dopperflesje met een wapen van de gemeente Nederlek erop. Die heeft niemand anders dan jullie. Hè? Dus dat is heel bijzonder. Dat is ons nieuwste relatiegeschenk. Die gaan we niet al te vaak uitgeven, maar jullie krijgen de allereerste. Goed, ik had jullie al bedankt. Oh, mevrouw Smit wil nog even wat zeggen en daarna kan ik de vergadering denk ik sluiten. Mevrouw Smit. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, voordat u sluit wil ik toch nog even tijdens de formele vergadering de gemeente bedanken. Namens de leerlingenraad dat we een hele officiële leerlingenraad hier in het gemeentehuis mochten houden. Dank u wel. Dat hebben wij heel erg fijn gevonden. En ik hoop dat jullie merken dat vergadering niet saai hoeft te zijn. Het kan heel erg leuk zijn om dit te doen. En je neemt er wat van mee. Sam? Ik denk dat de wethouders en de burgemeester en de gemeentesecretaris wel een applausje hebben. Sam, je bent een geboren bestuurder, zou ik zeggen. Ik sluit hierbij formeel de vergadering. Ja.
Sommigen hebben mooi opgestaan.